Hoi allemaal, leuk dat je meedoet met deze video. Ik ben juf Christel en vandaag gaan we oefenen met de letter L. Ik heb hem voor jullie opgeschreven. Zoals je ziet liggen er op tafel verschillende voorwerpen. En het ene voorwerp begint wel met de letter L en het andere voorwerp niet. Welke begint er met de letter L? We gaan ze eens om de beurt bekijken. De pen. Begint pen met een H? Nee hè, pen begint niet met een H. We leggen hem dus aan deze kant. Begint laars met de letter H? Laars. Ja hè, laars begint met een H. Dan leggen we hem bij de H. Het volgende. Lijn. Begint lijn met een L. Goed luisteren. Lijn. Ja, hè? Lijn begint met een L. We leggen hem erbij. Bal. Begint bal met een L. Bal. Als je goed luistert, hoor je wel een L. Maar niet aan het begin. Bal. De L zit aan het einde van het woord. Dus deze niet. We leggen hem weer opzij. De beker. Begint beker met de L. Beker. Nee hè, begint niet met de L. Leg hem aan de kant. Laptop. Begint laptop met de L. Luister maar goed. Laptop. Ja, het begint met de letter L. We leggen hem erbij. Ik zal hem een beetje onderleggen. Een lammetje. Begint lammetje met de L. Lammetje. Ja, als je goed luistert hoor je de L aan het begin van het woord. Lammetje. We leggen hem erbij. Boek. Hoor je in het woordje boek de L aan het begin? Boek. Nee hè, geen L bij boek. We leggen hem dus apart. Dan blijft er nog eentje over. Lepel. Begint lepel met de L. Lepel. Ja hè? En lepel begint zelfs met een L. Maar eindigt ook met een L. Lepel. Zeker de L. We leggen hem erbij. Dat waren ze. Laars, lijm, lepel, lammetje en laptop. Beginnen allemaal met een L. Wil je dit spel nou ook thuis spelen? Vraag aan mama of papa of ze een paar voorwerpen met eenzelfde letter willen uitzoeken. Bijvoorbeeld met de letter L. Maar het kan ook een andere letter zijn. En ook een paar voorwerpen die daar niet mee beginnen. Heel veel succes!